In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit reeks 10 uit te werken. We willen hier onze eigen gegevenstypes ontwerpen. Daartoe maken we gebruik van klassen. Zoals reeds eerder gezien, heeft elk gegevenstype specifieke eigenschappen die de toestand weergeven en methoden die het gedrag weergeven. In eerdere oefeningen gebruikten we bijvoorbeeld objecten uit de klasse String. Elk object uit deze klasse heeft bepaalde eigenschappen, in dit geval de naam Chloor, die de toestand weergeeft, en een aantal methoden. Elk object dat we creëren uit éénzelfde klasse heeft dezelfde methoden, maar heeft individuele waarden voor de eigenschappen. Bijvoorbeeld, een string met als naam Chloor heeft de hier aangegeven methode, en een andere string met bijvoorbeeld als naam Helium heeft een andere toestand, heeft andere eigenschappen, maar heeft dezelfde methodes. Een nieuw object, een nieuwe instantie van een klasse aanmaken, kan in Python door de klasse aan te roepen alsof het een functie betreft. Bijvoorbeeld een object aanmaken van de klasse String kan je door het aanroepen van de klasse String alsof het een functie betreft. Dit geeft als resultaat een lege string. Analoog kunnen we een instantie van de klasse Lijst aanmaken door het oproepen van de klasse List. Dit geeft ons een lege lijst. In de praktijk komt het erop neer dat bij het aanmaken van een object van deze klasse de methode init automatisch wordt aangeroepen. In deze methode worden dan alle eigenschappen geïnitialiseerd. De attributen krijgen er een initiële waarde. Eens het object gecreëerd, kan het alle methoden uitvoeren beschreven in zijn klasse. De klasse kan je namelijk beschouwen als een soort blauwdruk, een template, en elk object dat je maakt volgens die template is een instantie van die klasse. In de ISBN-oefening uit reeks 10 wordt ons gevraagd een klasse ISBN-13 te schrijven en een instantie van deze klasse wordt gecreëerd door het aanroepen van de klasse met minstens één parameter. We moeten ook een aantal methoden toevoegen aan deze klasse. Een methode toevoegen aan een klasse kan je door een functie te definiëren binnen deze klasse. Elke methode binnen een klasse heeft automatisch als eerste parameter zelf, het object zelf. De methode aanroepen doe je door het object aan te spreken en het te vragen de betreffende methode uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld in dit geval waar het object code de methode als ISBN-10 oproept en het resultaat teruggeeft. In de opgave ISBN uit reeks 10 zullen we opnieuw werken met de ISBN-10 en de ISBN-13 code uit vorige oefeningen. Hier wordt ons gevraagd een klasse ISBN-13 te ontwerpen met volgende methode. Bij het creëren van een object van deze klasse zal de initialisatiemethode init worden opgeroepen. Daarin worden de attributen geïnitialiseerd. Deze methode heeft één verplichte parameter, waaraan een ISBN-13-code als een geheel getal moet doorgegeven worden, en een optionele parameter, waaraan de lengte van de landaanduiding kan doorgegeven worden. De standaardwaarde voor deze optionele parameter is 1 en de waarde van de parameter moet liggen tussen 1 en 5. Deze parameterwaarden initialiseren de eigenschappen of attributen van deze klasse. Verder moet de methode string voorzien worden. Deze zal een stringvoorstelling weergeven van de ISBN-13-code en wordt automatisch opgeroepen bij het printen van het object. De methode wrapper moet de stringvoorstelling van het object teruggeven zoals aangegeven in het voorbeeld. Bovenstaande methoden zijn ingebouwde methoden van de klasse ISBN-13. Dat betekent dat bijvoorbeeld bij het oproepen van de ingebouwde functie string, deze automatisch wordt omgezet naar de ingebouwde methode string met als eerste parameter het object zelf. We werken nu de opgave stap voor stap uit in PyCharm. We maken een nieuwe Python-file aan in de reeks 10 en geven die de naam ISBN. Hier komt nu de beschrijving van de klasse ISBN-13. Elke klasse begint met het woord class,
gevolgd door de naam van de klasse. Alle objecten of instanties die we later uit deze klasse zullen aanmaken, zullen van dit type zijn en moeten twee attributen hebben, namelijk een ISBN-13-code en een lengte van een LAND-aanduiding. We initialiseren deze in de methode init. Deze methode heeft als eerste parameter de instantie zelf, aangegeven door self, gevolgd door eventueel meerdere parameters. In dit geval zijn dat de verplichte parameter code en de optionele parameter lengte, die standaard de waarde 1 krijgt. Code en lengte zijn de enige attributen van de objecten van deze klasse. Deze attributen worden hier geïnitialiseerd met de waarden uit de parameterlijst en worden verder in de klasse aangesproken als self.code en self.lengte. Deze lengte wordt meegegeven als een geheel getal en moet liggen tussen 1 en 5. Is dit niet het geval, dan moet een assertion error opgeworpen worden en het programma beëindigd worden. Daartoe voegen we in de code volgende regel toe. De landlengte moet liggen in het interval 1 tot 5. Zo niet moet de boodschap ongeldige ISBN-code worden weergegeven. De lengte moet ook meegegeven worden als een geheel getal en we zullen ook dit controleren. We initialiseren nu de beide attributen met de waarden uit de parameterlijst en de code wordt ingegeven als een geheel getal, maar voor de verdere verwerking is het eenvoudiger om deze code om te zetten naar een string, want we moeten er namelijk op verschillende plaatsen karakters uit selecteren of tussenvoegen. Als tweede moeten we een methode string uitschrijven die de stringvoorstelling van het object teruggeeft. Zoals reeds vermeld in de slides, zal de string-methode de voorstelling van het object als een string teruggeven. Uit het voorbeeld op Dodona lijkt dat de volledige code hiertoe moet opgesplitst worden in 4 delen. 3 cijfers, daarna de landcode, de identificatie van de publisher en het item, en daarna het controlecijfer. Aangezien we de code hebben opgeslagen als een string, hoeven we hier enkel de verschillende delen van die string via de string-methode format in het juiste formaat te gieten en terug te geven. We werken dit uit in PyCharm. Deze methode neemt enkel het object als parameter. Het attribuut code wordt opgedeeld in 4 delen, die gescheiden worden door koppeltekens, namelijk het eerste deel, 979 of 978. Het tweede deel, de landcode, met lengte self.lengte. Het derde deel, de eigenlijke code, tot aan het voorlaatste karakter. En als laatste deel, het controlecijfer. En dit resultaat wordt door de methode teruggegeven, eveneens als een string. De volgende methode, wrapper, representation, geeft een string terug, die een interne voorstelling van het object teruggeeft. Hier moet deze stringvoorstelling lezen als een uitdrukking die kan gebruikt worden om een nieuw object te creëren. Dit betekent dat ze van deze vorm moet zijn, ISBN-13, gevolgd door twee parameters, de ISBN-13-code en de lengte van de landaanduiding. We moeten hier dus een string teruggeven met een bijzondere vorm. We maken deze aan op een analoge manier als bij de string-methode, met behulp van de string-methode format. De eerste parameter is de code als een geheel getal en de tweede parameter is de lengte van de landcode. Bovenstaande methodes zijn ingebouwde methodes, te herkennen aan de dubbele underscore voor en achter de naam van de methode. We hebben ze hier expliciet overschreven, zodat ze teruggeven wat wij willen. Na het overschrijven van deze methodes moeten we nog twee methoden uitschrijven. De methode is geldig en de methode als ISBN-10. De methode is geldig, moet een booleaanse waarde teruggeven die aangeeft of het object al dan niet staat voor een geldige ISBN-13-code. De uitwerking hiervan gebeurde al in reeks 8 en we nemen deze code hier ook over. We berekenen het controlecijfer en vergelijken het daarmee
met het laatste karakter van het attribuutcode. Naargelang het resultaat van deze vergelijking krijgen we de waarde true of false terug. Merk op dat de methode is geldig enkel als parameter het object zelf meekrijgt. Bij het oproepen van de methode is geldig, zullen we het object aanspreken, in ons geval code, en daarop de methode is geldig toepassen, zonder het meegeven van extra parameters. De laatste methode, als ISBN10, moet een string teruggeven die het object voorstelt als een ISBN10-code. Als zo'n voorstelling niet bestaat omdat het object geen geldige ISBN13-code voorstelt, of omdat de ISBN13-code niet begint met de prefix 978, dan moet de functie de waarde non teruggeven. We werken ook dit uit in PyCharm. Eerst controleren we de geldigheid van de code. Als deze niet correspondeert met een geldig ISBN13-code, of ze start niet met 978, geeft de functie de waarde non terug. In het andere geval moet de code omgezet worden naar een ISBN10-code. We nemen het deel van de code vanaf het derde karakter tot het voorlaatste. Uit deze 10 karakters bepalen we het controlecijfer aan de hand van de programmacode uit reeks 6. Daar wordt namelijk aan de hand van de eerste 9 cijfers het controlecijfer berekend en afhankelijk van de waarde van dit controlecijfer wordt een x of de stringwaarde van dit cijfer teruggegeven. De functie als ISBN10 hoeft nu enkel nog de verzamelde gegevens terug te geven als een string door opsplitsen van de bekomen string in 3 delen. De landcode, de eigenlijke code en het controlecijfer. Ook dit kan aan de hand van de stringmethode format. Om dit alles uit te testen, voegen we eveneens de doctest toe en de bijhorende code en we testen het geheel uit. Geen foutmeldingen. De oefening is nu klaar om in te dienen. In deze video hebben we via een klasse onze eigen gegevensstructuur ISBN13 ontworpen, objecten aangemaakt van deze klasse en verschillende methoden geschreven voor het weergeven en testen van deze objecten.